Jongens, het is weer tijd voor de nieuwe Gamersnet Gear. En wij focussen ons natuurlijk ook wel een beetje op laptops af en toe. Af en toe. PC's bouwen. Ja, Twee weken geleden, hè? Dit nemen we wel eerder op, maar maakt niet uit. Jongens, we hebben een nieuwe MSI laptop. En het is de MSI G60 6QE 4K Ghost Pro. Ja, nou, die 4K zit er soms wel in de titel, soms niet. Maar het is in ieder geval de GS60 6QE Ghost. 4K. Bro, ja, en het is een 4K laptop. Wil je me iets uitleggen, allereerst? Wat wil je weten? Wat heb je aan een 4K beeldscherm die zo is? Want het was net als bij de PlayStation Vita. Oh, als je het heel klein maakt, dan maakt de extra K's niet meer zoveel uit, want dan wordt het zo klein. Nou ja, de extra P's is het vaak, maar het zijn extra pixels, hè? Ja, P's. Ja, ja. Het is handig. Het is een scherper scherm, dat is het. En ik merkte dat al wel vrij snel, want ik wist niet dat wij de 4K-model hebben gekeken, de Pro-model. Maar ik vond het scherm super helder, dus ik opschrijf in mijn notities, wat een helder scherm. En ik kijk in de specificaties, oh, dat is ook een 4K scherm. Dus ja, dus weet je, het is natuurlijk... Er zitten zoveel pixels in, dat je gewoon de pixels niet meer ziet. Het is wel echt super scherp. Ik moest echt even, ik heb nou zelf ook weer een nieuwe laptop, gewoon voor mezelf. Niks MSI en zo. En ik kijk ernaar en het was echt een teleurstelling dat het een 1080p scherm is. Omdat ik even hierop heb gewerkt. En dan, ja kijk, je zegt natuurlijk, ja, je gaat het niet zien, maar je ziet het wel. En het is gewoon super scherp. Dus als jij je terugstapt... Ik heb mijn Pentium 2 inderdaad, ja. Ik 480p resolutie, joh. Ja. Ik hoef nooit te wachten met YouTube. Gewoon hoe die in het begin buffert, dat is de resolutie die ik heb. Ja, nice. Nee. Dat is echt nice. Die heb ook zo'n 240p, heb je ook. Ja, dat ja, is ja. Een hele slechte internet. 136p is volgens mij echt als je helemaal een inbelverbinding hebt. Je hebt overigens wel geprobeerd om ook op de 4K resolutie te zetten, maar dan is gewoon niks meer leesbaar. Ja, als je daadwerkelijk Windows ook instelt dat hij alles op 100% moet afbeelden, dan heb je dus echt zo'n... Windows logootje waar je op moet drukken en dan heb je tekstjes die waar je echt, dan moet je zo tegen het scherm aangeplakt zitten om het te kunnen lezen. Dus dat is wel raar, je goed scherm, zeg je doet het goed en dan kun je het niet lezen. Ja, nee, je moet inderdaad wel Windows instellen op 150, 125, dat hij een klein beetje dingen vergroot, anders dan kom op, je kunt niet op 4 pixeltjes op zo'n enorm scherm drukken, want oh ja. Nee, dat is ook waar. Ja, dus je moet wat dingen wat groter instellen, ja. Ja. Kun je mij wat... rondleiden in de specs. Ja, het is een vrij ruig beest. En dat zou je niet zeggen, want hij is heel licht en heel dun. Maar er zit dus deze keer, jawel mensen, een GTX 970M in. Dat is wel echt even relaxed. Laatst hadden wij een laptop en die profileerde zichzelf als een echte gamer laptop. Maar er zat dus een GTX 960 in. En dat is toch een beetje een budgettaire kaartje. Dit is nou echt gewoon 970, dus dat draait echt super lekker. Je hebt 16 gigram geheugen, een dikke zesde generatie i7 die op 2.6 gigahertz draait. En die kan dan ook weer turbo klokken naar 3.2, 3.5, whatever. Dus het is best wel een aardig ding. En je hebt dit keer ook een degelijke SSD van 250 gig. En dan nog een terabyte harde schijf, gewoon normaal. Oh, dat is wel. Maar dat is, ja, je krijgt heel vaak krijg je van die SSD'tjes waar dan net Windows op past en dan ben je klaar. Maar hier zou je daadwerkelijk ook nog een paar games op kunnen installeren. En nog steeds gewoon ruimte over hebben. Heerlijk. Waarom 16 gig? 16, wel veel, hè? Ja, kijk, 16 gigram geheugen. Ik heb een beetje het idee dat MSI dit niet echt als een gaming laptop wil profileren. Ja, het is natuurlijk wel uit de gaming lijn. Maar hij is heel erg geschikt voor video- en fotobewerking. Want je hebt dat 4K scherm. Je hebt een hele dikke videokaart voor een laptop dan. Waarmee je dus eventueel ook nog wat fotobewerking en zo zou kunnen doen. En je hebt dus lekker veel RAM-geheugen. Waardoor je dus ook gewoon makkelijk videobewerking software kunt draaien. Want kijk, voor een game is vaak 8 gig genoeg. Hier zit gewoon dik 16 gig in. Dus dat is... wij hebben hier al sowieso een heleboel dingen op geëdit. Dus ik had heel veel geëdit. Het leent zich er wel heel erg voor. Ja. Hey, verder zijn het wel een beetje de features die de gaming line van MSI zeg maar, onderscheidt qua audio en Twitch en SteelSeries. Ja, je krijgt ook wel weer XSplit erbij en zo. Je hebt weer het SteelSeries toetsenbord erin zitten en ook weer de speakers van Dyne Audio. Natuurlijk ook allemaal killer LAN, killer wifi, Bluetooth. Alles killer, behoorlijk gewelddadig. Het is een gewelddadige laptop. Ja, Nee, maar wat het is, kijk, hij is een stuk dunner daar zit je dus ook weer meteen met dat Dyne Audio idee. Want ja, het zijn weer die speakers van Dyne Audio en MSI heeft bij ons bekendgemaakt dat laptops ook hele goede audio kunnen hebben. Dat is telkens alle MSI laptops die we tot dusver behandeld hebben, die hebben ons telkens weer weten te verbazen met hoe vol en helder het geluid is. En vooral ook hoe hard het kan. Ja, dit is natuurlijk weer een dunner model en waar lichter. Dus hierin zijn die speakers dan weer niet zo vooruitstrevend als in de meeste Apache modellen. Het is of het een of het ander. Ja, dus dat merk je heel erg. Dat geluid hier is net iets minder. En plus ook het feit, het is weer iets strakker allemaal. Dus je hebt ook maar 2 USB-poorten.
Vind ik ook weinig. Het is erg karig. Het zijn wel 3.0 poorten, maar ja, je hebt dan ook nog één USB-C poort. Yay. Maar ja, ja. Wat is USB-C? Jij hebt toch met een MacBook, dat was toch ook zo'n USB-C ding? Oh, dat? Ja, dat is dat zo'n, ja, zo'n, dat je een soort van... Van een USB-C kun je een normale poort maken, maar het kan ook een soort supercharge poort stoeien. Of het is weer iets anders. Handig. Ja, nou ja, weet je, ik vind het gewoon jammer dat er maar 2 USB-poorten op zitten. Want als je aan het gamen bent, je stopt er een muisje in en misschien een USB-headset, ja, dan zit je alweer vol. Dan zit je vol. Of een ander toetsenbord, ja, hup, vol. Dus daar is dan misschien wel weer een beetje jammer, maar voor maar de rest... Ik moet wel zeggen, ik ben altijd voor, wat ik altijd nadeel vind van heel veel MSI-laptops, dat ze zo goed zijn. En dan zijn het ook wel dikke gamingbakken, maar zijn dan eigenlijk iets groter mee te nemen. Dit vind ik wel echt mooi. Dat is wat je inlevert op dat soort functies, als je gewoon iets normalers in je tas wil meenemen. Nou, sowieso, dit is volgens mij het lichtste of het kleinste, ik weet niet meer, volgens mij allebei. De dunste en de lichtste laptop waar een GTX 970 in zit. Echt? Dus dat moet je MSI ook wel nageven. Ze zijn er dus wel in geslaagd om dus echt lompe PC-power eigenlijk in een... relatief sleek en makkelijke behuizing te doen. En dit ding weegt volgens mij net 2,5 kilo of zo. En dat dus vind ik echt het grootste voordeel van deze laptop. Dat is echt bizar. En alsnog, je zou denken, oh, maar dan kan die weer niet zo heel lang mee. Nee, die accu die gaat nog steeds ook prima lang mee. Dus dat, ja, want hij heeft Fallout gegamed in de auto vanuit Zweden. Ja, ik heb Fallout lopen spelen, gewoon 4K resolutie in een auto. Van Zweden. Dat was bizar. Bizar. Okay. Hey, bedankt voor deze week. Geen probleem. En volgende week zijn we terug met weer een nieuw stukje Tech, Gear of Gadget. Ja, yeah, santé.